Goedemorgen, het is vandaag zondag 3 september 2017. Vooral voor de mensen die op Facebook kijken of op een ander channel. Dus luister heerlijk mee. Het gaat vandaag over de bergreden. Wat is de bergreden en waarom gaf de Heer Jezus de bergreden? Want de bergreden staan ongelooflijk veel bijzondere mooie dingen in. Maar wat vooral belangrijk is, tegen wie spreekt de Heer Jezus nu eigenlijk? Want voordat de Heer Jezus kwam, werd er natuurlijk al over het geloof gesproken. En dat geloof werd vaak misbruikt. Als je kijkt naar de Farizeeën, die stonden bijna elke straathoek te schreeuwen. En die stonden vooral met dat vingertje te wijzen, wat niet moest. En waar je schuldig aan was. En dat was niet goed. En dat was niet goed. Nee, alleen hun waren goed. En dan kwam de Heer Jezus. Met een totale andere boodschap. Van rust en vrede. En als we kijken naar ons boekje die jullie allemaal hebben gekregen. En als je dan even kijkt naar de PowerPoint. Dan zie je ook, in de linkerkant staat de Nederlandse versie. Aan de rechterkant staat de Engelse versie. Want de Engelse versie is veel dieper, gaat veel dieper dan de Nederlandse versie. Alleen, niet iedereen kan Engels spreken. Dat snap ik zelf ook wel. Maar het is fijn om even te kijken van wat staat er nou. Maar we pakken, ik heb dan de NBG en we pakken ook de Bijbel erbij. Want dit is maar een heel klein stukje van de bergreden. En we pakken de Bijbel, we hebben nog meer Bijbels, dus als je een Bijbel wil, we hebben allemaal Bijbels hier. Bijbels grote letters, Bijbels kleine letters. Kijk maar jongens. Want je mag mij niet geloven, het moet in het woord van God staan. Dus we gaan naar Matteüs 5. Matteüs 5, en dat is het eerste boek in het Nieuwe Testament. Matteüs 5. En als je denkt, ja, maar ik ben dan niet zo goed in de Bijbel. Dat geeft helemaal niet. Je moet toch ergens beginnen? Helemaal niet erg. Ja. Je moest weten hoe lang ik al in het begin over die Bijbel dacht. Ik heb daar gewoon een indicatie gemaakt van, waar kan ik wat vinden? Er zei iemand, oh, wat ben je snel. Ik zeg, nou, ik heb een speakbriefje, want ik weet welke bladzijde ik moet beginnen. Je moet het je zo makkelijk mogelijk maken. En jij zegt, keep het simpel. Hou het eenvoudig. Bij mij boven staat, ik heb de NBG, de zaligspreking. En het woordje zalig, hè, je hebt het ook wel zalig kerstfeest. En het woordje zalig, dat betekent dat je meer mag worden zoals de Heer Jezus is. Want dat is ook de gezalfde, de Heer Jezus is de gezalfde van God. Maar hij doet de zaligspreking, dus hij wil je meer vertellen. God wil jou meer vertellen en mij wie de Heer Jezus nou werkelijk is. En wat Hij nou graag wil, wat God nou graag wil, wat wij nou gaan doen. Daar komt hij. We beginnen gewoon bij 1. Toen Hij, en dat is de Heer Jezus, onze hoofdletter H. Toen Hij nu de scharen zag, en dat betekent menigte, ging Hij de berg op. En nadat Hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En hij opende zijn mond en leerde hen zeggende, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig de armen van geest, wat betekent dat? Dat betekent dat jij heel eenvoudig het onderwijs van de Heer Jezus mag ontvangen. Want als je namelijk geleerd bent, als je namelijk allemaal education hebben gehad, onderwijs hebben gehad, dan is het heel moeilijk soms om het onderwijs op een kinderlijke manier te ontvangen. Dat merken wij ook dagelijks mee, dat als je met iemand spreekt die bijvoorbeeld geletterd is, die hem heel vaak een wederwoord. Ja maar dit, ja maar dat, ja maar dit. Terwijl de Heer zegt, ontvang het evangelie nou, de blijde boodschap, als een kind, op een eenvoudige wijze. Dus hij zegt ook, wees blij, de armen van geest, want hunne is het koninkrijk der hemelen. En je ziet ook staan hemelen, omdat het meervoud is.
drie hemelen zijn. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. En het gaat niet over dat jij in zak en as zit en oh, ik ben zo erg en ik heb ook dit en ik heb ook dat. Nee, stel je bent verdrietig. Dan komt de Heilige Geest komt om je te troosten. Dan komt de liefde van de Heer Jezus om je heen en over je heen en in je. Om je te helpen. Marlijn, staat hier heaven, hè? Niet heavens in het Engels. Ja, dat zijn hemelen. Ja. Oké, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En zachtmoedig betekent dus, als je dat door twee deelt, wees moedig om zacht te zijn. Zachtmoedigen. Wij zijn geen watjes, jongens. Maar wij mogen op zijn tijd best zacht zijn. Heb ik een andere Bijbel? Geen idee, maar ik ga wel verder. Want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want wij verlangen Gods woord, Gods levende water. En niet die troep, niet de religie. Sorry als ik je misschien op Facebook nu beledig, maar religie is niet van God. Het evangelie is van God. De blijde boodschap. Niet met dat vingertje. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen. Want hun zal barmhartigheid geschieden. En we kennen misschien allemaal wel dat verhaal van een barmhartige Samaritaan. Weet je wel wie hij is? Dat is de Heer Jezus himzelf. Hij is die barmhartige Samaritaan. Want wat gebeurt er als wij mensen zien die hulp nodig hebben? Heel veel mensen, die gaan met een grote boog om de mensen heen. En dat is niet wat de Heer Jezus zou doen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je mensen iemand op straat ziet, misschien een zwerver, en je gaat er met een boog omheen? Hoe vaak gebeurt het niet in kerken dat als er iemand binnenkomt die bijvoorbeeld niet gedoucht heeft een week, en die zijn baard heeft laten staan en vieze nagels heeft, hoeveel mensen gaan er nou met die persoon praten? Nou, bijna niemand. En dat is heel erg. Maar God zegt, ik wil dat jullie dat wel doen. Bied die man of een vrouw een kop koffie aan. Bied hem een luisterend woord aan. Maar iedereen, bijna iedereen, gaat met zichzelf bezig. Alleen maar klikjes maken van, oh ja, die heb ik zo lang niet gesproken. Maar de persoon die binnenkomt dan, die helemaal alleen zit, heb je daar ook oog voor? Daar gaat het om. Dat is de liefde van de Heer Jezus. En dat leert de Heer Jezus ons al in het begin van de bergreden. Zalig de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Moet je wel weten wat rein betekent. Rein betekent dat jij jezelf in de ogen kan kijken. Maar wat nog veel belangrijker is. Stel nou dat de Heer Jezus hier voor je staat. Durf jij dan naar de Heer Jezus te gaan en hem recht in zijn ogen te kijken? En stel nou dat je toch nog een zonde hebt begaan. Stel nou dat. Ga dan naar hem toe met een berouwvol hart. Gewoon alleen. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. U bent voor mij aan het kruis gegaan. U bent voor mij opgestaan uit de dood. En door uw striemen ben ik genezen. Alleen, ik heb een fout gemaakt. En ik heb er zo'n spijt van. Wilt u mij vergeven? En dan, heel belangrijk, bedank de Heer dat hij je vergeven heeft. En dan komt er nog iets. Dank u wel, Heer, dat u mij vergeven heeft. En ik vergeef ook mezelf. En dan komt een broeder of zuster. Jij, hè? Ik heb jou gezien. Je hebt een fout begaan. Oh, wat ben jij erg. Oh, dan mag je niet meer in de kerk komen. Oh, en je mag ook niet meer in de avond nou. Nee. En jij denkt, wacht even. Ik kan twee dingen doen. Dat is ook zo. Oh, wat erg. Oh, nee. Oh, nee. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, ik besmet de kerk. Oh, nee. Ik mag niet meer in de avond nou. Stop. Stop. Hold the presses. Dat is de grootste leugen die er bestaat. Je kijkt de persoon aan en zegt, wat dan verbreek in Jezus naam. Was jij erbij dat ik mijn zonde vergaf? Nee? Dan heb ik sorry. Ik luister niet naar jou. Ik luister alleen naar God de Vader,
de Heer Jezus en de Heilige Geest. Je hebt me misschien vorige week wel die zonde zien doen. Dat zou best kunnen. Maar wie ben jij om mij te veroordelen? Ik zie jou staan in het woord van God. Veroordeel niet. Want als jij veroordeelt, oei, 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 worden wij ook veroordeeld. En dat avondmaal, jongens, dat is de grootste leugen. Misschien is er iemand nu beledigd. Dat avondmaal is er juist voor de zondaars. Ja, maar Marjolein, het woord van God staat. Ja, maar er staat hierin dat je niet mee mag doen. Dat staat er niet, jongens. Er staat dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden. Wist je wel dat Judas ook meedeed met het avondmaal? Terwijl de Heer Jezus wist. Ik word nu verraden. En hij wist door wie. En hij reikte hem de beker. En wij mensen denken, ah, ja, eigen schuld, dikke bult. Hij heeft die beker gehad. En hij zal lekker naar de hel gaan. Oeh, wacht even. Veroordeling. Wist je wel dat de Heer Jezus hem gered heeft uit het dodenrijk? Wist je wel dat Judas nu in het paradijs is? En weet je hoe ik dat weet? Heel eenvoudig. Judas had spijt. Staat er gewoon in. Ja, Marjolein, hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Waarom heeft hij zelfmoord gepleegd? Omdat hij zo spijt had dat hij niet meer wilde leven. En toen werd hij naar de hel gegooid. En wij denken, ja, zie je wel. Nee. Want toen ging de Heer Jezus, die daalde af naar het dodenrijk. En haalde het dodenrijk leeg. Daar was Judas ook. Leeg. Leeg. Geen enkel zieltje was daar meer. Empty. Leeg. Inclusief Judas. Dus laat je nou niet aanpraten van de zonde van vorige week, 10 jaar geleden. Doe ze me wel eens. Dan zegt ze, Marjolein, weet je nog, 2, 3 jaar geleden? Dan zit ik al zoiets van, graaf, graaf, graaf. Ja, nou, toen heb je dat en dat tegen mij gedaan. Oké, heb ik sorry gezegd? Ja, nou, probleem opgelost. Ja, maar bij mij niet. Ja, dat is niet mijn probleem, het is jouw probleem. Nou, wat ben jij hard, zeg. Wat ben jij? Nou, wat ben jij liefdeloos. Hoezo liefdeloos? Ik heb jou misschien gekwetst. Ik heb sorry gezegd. Ik ben naar de Heer gegaan. Was je erbij? Nee. Nou, ik ben naar de Heer gegaan. Ik heb vergeving gevraagd. En weet je wat hij deed? Hij maakte mij rein. Hij waste mijn zonden schoon. En ik heb mezelf ook vergeven. En let's go. Hup, die berg op. Dat staat hier, jongens. Dat woordje rein moest ik gewoon even uitleggen. Want bijna iedereen van ons zit soms met een zonde die God al lang vergeven heeft. En dan gaan we naar de Heer toe met koffers vol met troep. Koffers vol. Vader, hier ben ik. Allemaal rotzooi en allemaal troep. En ja, dat hoort er ook nog bij. En dat hoort er ook nog bij. En hier ben ik. Ja, allemaal zonde. Kijk eens, allemaal zonde. Ik geef het aan u. Dank wel dat u me vergeven heeft. Oh ja, ja, maar ik neem het nog even mee. Want, ja, want... Dat was wel heel erg. Ja, dat was wel heel erg. Ja, en... Ja, en eigenlijk hoort dit er ook nog bij. En die hoort ook nog... Ja, maar... Ja, en vorige week... En... Zo. Amen. En hier denkt... Wat ben je nou aan het doen, mens? Ja, maar... Hij zegt... Was mijn genade niet genoeg dan? Jawel. Maar mag ik die houden? Nee. Mag ik die houden? Nee. Oeh, die gaat ook niet. Die ook niet. Die ook niet. Je mag niks houden. Want mijn genade is jou genoeg. Wil je me nou werkelijk steeds opnieuw aan het kruis jagen? Oh. Nee, zegt God. Nou, niet daar weer schuldig om voelen. Oh ja, oh, dat was een goe. Oké. Ga naar hem toe. Heer, hier ben ik. Ik heb u nodig. Dank u wel dat u mijn zonde vergeven heeft. En ik vergeef ook mezelf. En dan kun je verder. Want dan heb je die bagage niet bij je.
En dan komen al die andere mensen met het vingertje in het roep. En jij zegt dat verbreek in Jezus' naam. Wie ben jij om mij te veroordelen? Als God de Vader dat al niet doet. De Heer Jezus van mij aan het kruis gegaan. Met de kracht van de Heilige Geest. Dan accepteer ik niet wat jij nu tegen mij zegt. Niet luisteren. Ja, Marjolein, dat vind ik wel heel makkelijk. Nee, het is een way of life. Er gaan nog een paar dingen in stond. Zalig de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Ja, natuurlijk. Want als jij zonder zonde bent, kan je God zien. Yay! Want straks in de hemel gaan we God zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zijn er geen zondertjes meer tussen je. Want die heeft hier eens weggewassen. Goed. Zalig de vredestichters. Dit is heel mooi. Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Maar dan moet je wel begrijpen wat staat hier. Nou, vredestichters betekent, houd vrede en liefde onder elkaar. Stel nou, je ziet je broeder of zuster wat verkeerd doen. Help de persoon nou. Ga naar die persoon toe. Zeg, joh, ik zie hoe dat of dat doen. Maar heb je wel vrede in je hart? Is er iets dat ik kan doen? Help de persoon. En vorige week zei ik dat ook al, maar het is zo'n belangrijk issue. Wat heb je eraan om iemand de grond in te trappen? We moeten toch vredestichters zijn? Los het op. Los het op. Ga met die persoon praten. En als jij het niet kan, ga dan naar een betrouwbaar persoon. Een persoon die niet met dat vingertje wijst. Iemand die gevuld is met de Heilige Geest. Iemand die niet veroordeelt. Help de persoon. Laten we nou vredestichters zijn, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Want, jullie kennen waarschijnlijk allemaal dat zinnetje, waarin mensen zeggen, Heere, Heere, ik heb voor u demonen uitgedreven, ik heb zieke handen opgelegd en wauw! En dan zegt God, ik heb je niet gekend. Ja, maar heeft u niet gezien wat ik opgedaan heb dan? Ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb op volle zalen getrokken. Had ik dat van jou gevraagd dan? Nou, ik heb wel gedaan. Dan krijg ik wel beloning, hè? Nee. Want niet iedereen die mij Heere Heere noemt, is mijn kind. Wanneer ben jij zijn kind? Dat je wedergeboren bent. Dat jij gelooft in je hart dat Heere Jezus je redder en verlosser is. En dat je uitspreekt, Heere Jezus, u bent mijn redder en verlosser. U bent voor mij aan het kruis gegaan. Heer, ik heb fouten gedaan. En ik vraag u nu vergeving. Dank u wel dat u mij vergeven heeft. Ik vergeef mezelf. En ik ben uw kind. En help andere mensen kinderen van God te worden en te blijven. Op het moment dat wij met dat vingertje gaan wijzen. Op het moment dat wij gaan zeggen, ja, maar ja, ik ben beter dan jou. Dan zijn wij geen haar beter dan de fariseeërs. Maar wij willen kinderen van God genoemd worden. Een kind van God staat een stapje hoger. Hij heeft geen lievelingetjes. Alleen God de Vader zegt ook. De Heer Jezus komt straks mijn kinderen ophalen. Kinderen van God, hè. Maar als jij niet een kind van hem bent. Want als jij niet in de liefde blijft. Sorry. Dan ben jij mijn kind niet. Dat is even pittig. Want er staat in het woord van God, dat als jij niet in de liefde blijft, het koninkrijk van God niet kan beërven. Wel eeuwig leven. Dus mensen die thuis zeggen, stress. Nee, ik heb het niet over eeuwig leven. Op het moment dat jij gelooft in de Heer Jezus, heb je eeuwig leven. Je hebt eeuwig leven, Johannes 3, vers 16. Maar ik ben dan Herbert, ik wil die hele erfenis. Ik wil de vrede in mijn hart. Dat ik iedereen kan aanzien. En iedereen kan spreken. Als hier mensen binnenkomen die mij een loer hebben gedraaid. Dan is iedereen welkom. Waarom? Omdat de Heer Jezus vergeeft. Dan is het mijn taak om die persoon ook te vergeven. Dat is pas liefde. Gaan we door. We gaan door. We gaan gewoon door. Oké. Okay. Zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden. Om de gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dus zalig
de vervolgde. Want als jij doet wat de Heer Jezus, wat God de Vader wil. En de wil van de Vader is dat iedereen tot erkenning van de waarheid komt. Dat wij in liefde blijven. Dat wij niet veroordelen. Dan zijn we nog heel veel meer. Dat we niet klagen. Dat we niet morren. En dan staat er. Want hunner is het koninkrijk der hemel. Dan ga je het koninkrijk der hemel een beërven. Dan krijg je ze ontvangen. Zalig zijt gij. Wanneer men u smaadt. En vervolgt. En liegende. Allerlei kwaad van u spreekt. Om mijnentwil. Dat is positief. Dat is leuk. Zalig zijt gij. Dus u bent hartstikke blij met mij. Ik heb uw liefde in mij. Wanneer men mij boos wordt. Leugens over mij vervolgt. Spreekt. Wacht eens even. Dus als iemand boos op mij is. En al iemand liegt over mij en de grootste wilde verhalen vertelt. Hè? Iemand die nu zit te kijken en denkt, oh, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat klopt, maar ik heb je voorhand al vergeven in Jezus' naam. Kijk, het leuke is, dat betekent dat ik op de goede weg zit, jongens. Dat staat hier. Ik heb die zwarte pit. Jullie ook? Staat hier. Ja. Mijn Bijbel. Ja. Ik heb er niks aan toegevoegd. Staat er. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt. Om mijnentwil. Ja, dat klopt. Ik doe het liefde van de Heer Jezus, ik doe het werk van de Heer Jezus en de gewildste verhalen gaan rond. Hartstikke bedankt jongens, ik ben op de goede weg. Halleluja! En als laatste, verblijdt u, nou de mensen die mij kennen zien dat ik blij ben. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Dus lieve mensen, dus een deel van de bergreden. Maar lees het thuis nog eens even verder. Want het is zo vol. Dus is men boos op jou? Zeggen men leugens over jou? Nou, die vrouw of die man die leidt een godsdienstwaanzin. Of dit, of dat. Jongens, schud het stof van je af. Mensen die mij kennen. En ik ben nu gewaarschuwd. Stel nou dat je me ziet en ook daar. Doe ik dit. Dat betekent dat ik alles van mij afschud van de Heer Jezus. Dan weet je dat vast. Dus als je de volgende keer met me praat, wie er ook is, en je zegt, nou Marjolein, wat jij doet kan niet, zeg ik, ja. Ja, een plasje. Ja. Dan ben ik dit aan het doen, ik schud het stof van me af. Want God is blij met mij. De Heer Jezus is blij met mij. De Heilige Geest is blij met mij. Daar gaat het om. Het gaat om zijn liefde, zijn goedheid, zijn grootheid. En ik mag hier zijn. Ik ben 100% oké. Want als God de Vader naar mij kijkt, dan kijkt hij door de Heer Jezus heen. En denkt, wat een prachtmens, wat een fantastisch wijf. Mag ook wel eens weer gezegd worden, ja? Amen. Waarom? Want ik er mag zijn. Ik ben zijn dochter. Ik ben een powerful woman. En ik laat me niet zeggen wat niet klopt. En als iemand een leugen over mij verbreekt, over mij spreekt, en ik hoor, dan zeg ik, dat verbreek ik in Jezus' naam. We herroepen hemelse gewesten. Elke leugen die over ons uitgesproken is, gebonden naar de voetbank van Jezus. Waarom? Want anders komt het terug en dat wil ik niet. Want het blijft daar onder de voetjes van de Heer Jezus. Amen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.